Kent u dat gevoel? Dat u naar de mensen om u heen kijkt en een inschatting probeert te maken waar ze vandaan komen? Kent u dat? En waar is die inschatting nu eigenlijk op gebaseerd? Op de kleding? De manier waarop we ons kleden wordt onder andere beïnvloed door het land waar we vandaan komen. Maar niet in alle gevallen verraadt de kleding iets over de draagster. Denk bijvoorbeeld eens aan vrouwen uit Iran. Die Iranese vrouw kleedde zich een aantal jaar geleden heel anders dan dat wij vandaag de dag in het Westen op de televisie zien. Er is zelfs een tijd geweest dat andere landen de modetrends van Iran volgden. Bijna alle landen hebben informatie en beeldmateriaal van de geschiedenis van hun klederdracht, maar over Perzisch kostuum is weinig tot niets te vinden. Dit gebrek aan informatie heeft Mariam en Tessami aangespoord om onderzoek te doen naar het Perzisch kostuum door de jaren heen. Mijn naam is Saskia Waiers en samen met modeontwerpster Mariam en Tessami werk ik aan een documentaire over haar zoektocht naar het Perzisch kostuum, onder de titel Ontrafeld. Mariam en Tessami is afkomstig uit Iran, moest op jonge leeftijd om politieke redenen vluchten naar Turkije om vervolgens in Nederland nu te wonen en te werken. Deze omzwervingen hebben voor haar uiteindelijk de mogelijkheid gecreëerd om het werk te doen wat ze nu doet. In de loop der jaren heeft ze zich bezighouden met het zoeken naar informatie over de Perzische kledij en heeft ze dit vertaald naar draagbare kleding. Het doel van onze documentaire is om middels beeld en verhaal de Perzische mode aan de wereld te tonen. Welke sporen heeft de mode van toen achtergelaten op de kleding van nu? Dit stukje erfgoed mag niet verborgen blijven of verloren gaan. Ik reis met haar het hele land door, naar lezingen, exposities, interviews. We zijn zelfs samen naar Parijs gereisd voor een interview met Farah Pahlavi. Zij was de eerste keizerin van Perzië tot de Islamitische Revolutie van 1979. Een zeer bijzondere ontmoeting en een van de hoogtepunten van deze documentaire. Vanwege het maatschappelijk belang zijn wij van mening dat deze documentaire er moet komen. De interesse naar deze documentaire vanuit Channel One in Amerika en Monotto TV in Londen bevestigt dit gevoel. Een gedeelte van deze documentaire is inmiddels gedraaid, maar voor de laatste scènes en de beeld- en geluidsmontage staat er nog veel te gebeuren. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Met uw steun kunnen wij de documentaire afronden zoals deze bedoeld is. Wij hopen op uw donatie. Wij bieden hiervoor een passende beloning. Onze dank is groot.